Wat fijn dat je vandaag terug bent bij de dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Want hoe je het ook doet, tijd nemen om in Gods aanwezigheid te komen is altijd het beste. Jouw overdenking voor 24 november. Verleid worden om het goede te doen. Het Bijbelvers voor vandaag staat in 1 Korintiërs 10, vers 12. Daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. Eén ding wat ons verleidt tot zonde is om te goed over onszelf te denken en te veel op onszelf te vertrouwen. Dit gedrag wordt aangemoedigd door de vijand. We worden hoogmoedig en denken dat het goed met ons gaat, maar dan brengt de duivel ons in verleiding en vervallen we in zonde. De volgende uitspraak komt misschien als een schok voor jou. Je moet weten dat er een goede verleiding bestaat. We moeten ons realiseren dat Satan ons verleidt om te zondigen, maar dat God ons op een bepaalde manier verleidt om het goede te doen. Elke keer dat de vijand een slechte keuze voor je plaatst, heeft God altijd al een goede voor je klaarstaan. Als de verleiding tot zonde overweldigend aanvoelt, onthoud dan dat de Heilige Geest, die veel machtiger is dan de vijand, je ook wil overweldigen, maar op een goede manier. Hij wil je beïnvloeden om het goede te doen, mits je hem dat toestaat. God probeert ons leven te redden. Hij wil ons versterken, zodat we, wat er ook gebeurt, beschermd en bewaard zijn onder zijn bedekking. Wanneer God ons verleidt om het goede te doen, is het beste wat je kan doen, gehoorzamen. Laten we samen bidden. Heilige Geest, ik wil naar uw goede verleidingen luisteren en hieraan gehoorzamen. Wanneer de vijand mij probeert te laten struikelen, laat mij dan uw wil en uw weg zien, zodat ik die kan volgen. Amen. Fijn, hè? Even stil zijn en luisteren naar een overdenking? Houd je vast aan Gods woord. Tot morgen. Mocht je anderen ook willen attenderen op deze podcast, abonneer je dan op ons kanaal en stuur deze overdenking door aan iemand die vandaag een bemoediging kan gebruiken. Alvast bedankt.